Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en gisteren was het maandag. Dat heb je vaak als het dinsdag is. En toen had ik een hele stomme dag, want ik moest heel veel werken en het ging allemaal niet goed. En ik werd chagrijnig en Joren werd chagrijnig door mij, omdat ik chagrijnig deed. En toen was het niet meer zo gezellig. Maar vandaag is het dinsdag dus en het is 2:30. Vanochtend heb ik Spaans huiswerk gemaakt. Toen ben ik boodschappen gaan doen. Toen ben ik Pip uit gaan laten. Die ligt hier. Oh. En toen ging ik eten. Ja, toen was het nu. Ik ga nu weer aan mijn scriptie. Waar ik geen. Aan de ene kant denk ik, ja, ik ga hard aan de slag. Aan de andere kant denk ik, oh, maar het is die tekst waar ik al een jaar lang mee bezig ben en die ik echt wel zat ben nu. Maar weer aan de andere kant is het wel zo dat dit zeker weten de allerlaatste keer is. En dat is wel heel erg fijn. Dus dat ga ik nu doen. Het is woensdag. Ik wilde jullie, voordat ik begin met deze dag, even nog iets vertellen. Ik had namelijk een hele tijd geleden verteld over dat hier ruzie op straat was. Een jongen viel een meisje aan. En het meisje viel. Ik ben middag. Shh. Sorry, Saskia ging even praten. Vond het vet gezellig. Nou ja, goed. Er was in ieder geval ruzie op straat en er was geweld. En het meisje had gevraagd of ik wilde getuigen dat die jongen, zeg maar, begon en gewelddadig was. En toen had de politie mij gebeld, want toen moest ik naar het bureau om te ondertekenen. Maar ik weet niet of ik had verteld dat toen ik daar dus kwam om de verklaring te ondertekenen op het politiebureau, toen bleek de verklaring niet helemaal te kloppen. Er stond bij dat het meisje viel of zo toen de jongen iets gewelddadigs deed. En dat is niet gebeurd. Heb ik niet gezegd, heb ik niet gezien. Dus toen zei ik, het klopt niet. En hij zei, oh ja, dan kun je het niet ondertekenen. Nou, dan ja, verander het wel weer en dan hoor je van ons. Toen heb ik echt weken niet van ze gehoord. Dus ik dacht van, oh, dat is best wel slecht. Je hoort het toch wel. Laat ze het nou maar gewoon zitten of zo. Ik bedoel, dat meisje heeft nog steeds aangifte gedaan. Dat meisje wil natuurlijk nog steeds dat er iets gebeurt met haar aangifte. Maar toen belde dus maandag belde de politieagent mij. En nou, hij had het aangepast en zei, die kan ik anders even langskomen, dat je het ondertekent. Dus toen had ik hier twee politieagenten voor de deur. Nou, eind goed, al goed. Toen heb ik het ondertekend en dat was het. Het was wel grappig. Goed, zoals ik al zei, het is woensdag. En ik ga jullie vandaag meenemen alles wat ik ga doen. En dat is, ik ga mijn boek overlezen. Dat wilde ik eigenlijk echt 2 weken geleden al doen, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik weet niet of ik het. Ik neem er maar een uurtje voor. Ik weet niet of ik hem dan helemaal af heb gelezen. Maar goed, ik ga in ieder geval het zover mogelijk lezen. Met een rode pen. Ik ga naar de stad. Ik ga Pip uitlaten. Ik ga werken en of aan mijn scriptie, dat weet ik nog niet. Dus. En dan ga ik hele lekkere pasta koken. En dan ga ik hele lekkere pasta eten. Nou, dat is vandaag. Ik heb er zin in. Gaan jullie mee? Thank you.
voorbeeld van iemand die weet hoe die moet ontspannen. Gewoon lekker op de bank, lekker alles open en bloot, hopsakee. Lekker ontspannen, heerlijk. Het is donderdagavond en voor degene die het niet wisten, afgelopen zomer is Joren afgestudeerd. Yo. En toen had Ivan, mijn ouders, had hij een dinerbon gekregen. Nee, helemaal niet. Hij had een cadeaubon gekregen, dat je elke cadeaubon van de Primera die je wil kon kopen, zeg maar. Een cadeaubon voor cadeaubonnen. En toen had hij een dinerbon gekozen, onder andere. Dus, wij gaan nu uit eten in een restaurant in Leiden, waar we nog nooit zijn geweest. Volgens mij is het ook best nieuw. Het heet Bar Brut. En daar gaan we nu naartoe. Wat heb je, Joren? Pokeball. Pokeball? Zit Pikachu daarin? Nee, maar ik dacht dat het Japs was, maar het lijkt Hawaïaans te zijn. Hawaïaans? Maar wel door Aziatische. Het is wel beter dan... Hawaï is wel beter dan... Oh nee, voor jou niet natuurlijk, want Hawaï is Amerika. Dat is ik even vergeten. We nemen één sojabon. Is het lekker? We nemen één sojabon. Wat was je voorgerecht? Spek. Ja, dat is van een varken. Want spek lijkt altijd van een varken. Ik wist het niet. Ik had het voorgerecht voor zijn soep, was heel lekker. En nu heb ik spinazie falafel. Dat ga ik nu eten. Ik heb Joren aangekleed. Deze trui zou die bij die trui is die niet veel te heet voor jou? Nou, ik zou er geen jas meer van dragen. Nee. Maar hoe is de broek? Laat de broek eens een beetje zien. Is het wel goed, toch? Ja, alleen kijk, ik ben gewoon te dik. Zie. Je hebt een buikje. De kerstdagen moeten nog komen. Maar hij is verder wel heel mooi, vind ik. Hier is het wel een stuk minder, ja. Zeg maar. Daar heb ik altijd last van. Ja. Ik vind hem heel mooi, heel mooie kleur, echt. Ja. Nou, dan past deze ook. Ja. Zullen we even een andere trui voor jullie kiezen? Die maat S is. Deze trui is een beetje groot. We gaan een leuke trui voor je kiezen. Okay. Joren in een trui. Ja. En ik ook. Ik heb een mannentrui aan. Ik vind hem zo leuk, maar jij moet hem even passen. Ook al vind je hem niet leuk. Hij is heel leuk. Gisteren waren Joren en ik uit eten. En toen we daarna door Leiden liepen, hadden we het erover hoe we gezonder en minder moesten gaan eten. Vooral Joren. Ik niet. Maar ja, daar hadden we afgesproken soort van. En nu is het een dag later. En hebben friet gehaald. 4 friet. Voor 2 personen. Zo zijn wij. Maar ik zei tegen Joren, 1 januari beginnen we. Want ja. Dus het was ook een beetje tijdnood eigenlijk. Ja. Het kwam allemaal niet zo goed uit om nog te koken. En dan moet je ook weer afwassen. En nu hebben we ook heel weinig afwassen. Dus nu gaan we lekker friet eten. En langs zijn leven kijken. Once upon a time. En Pip nog niet uitlaten. Dat vindt hij niet leuk. Maar Pip heeft pech. Jee. Honger. Hi, ik zit hier met mijn boy, met het mooisje. Ik ben ziek. Nee, ik ben niet ziek. Oké, ik wilde even vertellen over morgen. Ja. Morgen is een dag. Zaterdag. Nee, oh, ik wist het. En Joren en ik morgen zijn eerste werkdag bij een nieuw bedrijf. Mag jij even gaan vertellen daarover? Dan ga ik even vitamines voor je maken. Hier, wat ga ik maar vast. Kan je dat? Hallo. Vertel maar over morgen. Nou, morgen ga ik dus... werken bij een nieuw bedrijf. Ik ga lesgeven Nederlands aan Chinezen. Yay! Bij een Haags bedrijf in Utrecht. Dat is hoe het zit. Dus. En? Onderwijl is Tanja. Wacht, ik kan dit. Mijn sinaasappels aan het laten vallen. En ze probeert... dit knippen. Het is goed te rollen, dan komt er meer stappen uit. Dit knippen eruit. Nee, dit is heel leerzaam, jongens. Altijd goed rollen. Daar komt er meer sap uit. We gaan ze persen. Ja, maar je hoeft ze niet als een debiel bij je mond open te trekken. Nee, maar ik was aan het genieten op dat moment. Ja, ja. Maar, Oh ja, dat je verteld dat je daar niet terug moest. Ja, okay, dus nou, dat was het. Nee, en daarna gaan wij gaan we naar Groningen. Want Joren heeft een vriend
En die heeft in Groningen gestudeerd, god weet waarom. En die is daar ook nog eens afgestudeerd. Cum laude! Met lof. En daar gaan wij feestje vieren. Ja, en omdat... we moeten een witlof voor hem meenemen. Een witlof? Ja. Een witlof. Snap je dat? Je bent witlof afgestudeerd. Dat is grappig. Dat is fucking grappig. Maar ik zat me hier te denken om een dansje voor te bereiden eigenlijk. Oh nee, doe die witlof. Dat is veel leuker. Doe die witlof dan, dat is veel leuker. Maar luister even. Ja. En omdat het in Groningen is en we niet 3 uur in de trein willen zitten om 1 uur voor feestje te zijn. Mm. Gaan we daarna slapen in een hostel in Groningen. Mijn punt is dus... Dat Frank Jorens vriend is. Dat we dat monster dan niet meer zien. Oh. Nee, ja. Dat gaat niet. Frank is, ja, dat is een vriend van mij. Niet Jorens. Niet Jorens vriend. Dit is een vriend van mij. Dit is, ik moet dit doen. Dat moet je absoluut niet doen. Oké, luister. Dus, dit zijn eigenlijk allemaal Jorens vrienden morgen. Die ik allemaal of niet ken of één keer heb gezien. Dus, we hebben voor Joren een hele leuke Nee. Want je hebt Frank al meermaals gezien. Frankie heeft hier ook al gelogeerd. Ja, maar Frank heb ik niet. Moet je niet op. Nee, Frank heb ik niks aan, want het is zijn feestje. Maar hij blijft wel met ons in de hostel slapen. Ja. Maar, dus ik weet niet of het leuk wordt, ik ken niemand. Dus waarschijnlijk durf ik niet te vloggen. Of ik durf dus wel te vloggen, omdat ik toch niemand ken. En denk, oei, dat zijn mijn vrienden. Want nu kun je me niet meer verstaan. En als je nou denkt, maar Tanja! Je kan helemaal niet weggaan. Je hebt een hond. Dat is ook nog eens een dingetje. Want Pip gaat morgen voor het eerst bij nieuwe oppassers slapen. Bij oppassers die eigenlijk geen Nederlands spreken. Nee, Joran geeft elke maandagavond komen hier 2 Chinezen. Niet elke keer dezelfde, niet 2 willekeurige Chinezen. Die zijn uitgekozen. Nee, en Joran die geeft ze dan Nederlands. Zijn les. Zodat ze Nederlands leren. En zij komen hier dus elke maandagavond. Dus ze vinden Pip helemaal geweldig. En ze zeiden vorige week, oh, we willen ze oppassen, wanneer gaan jullie vakantie? Nou, sterker nog, ja, inderdaad, ze vroeg, joh, wanneer hebben jullie vakantie? Ik zeg, wanneer heb je vakantie? Nou, met kerst. Een weekje. En toen zei ze, oh, willen we oppassen? En toen zei ik, nou ja, nou, weet niet, dat hoeft niet per se, als in, we gaan niet weg of zo, dus ja, dan hoeft het dus niet. Maar toen bedachten we opeens, nou, laten we maar beginnen met een nachtje. Toen dachten we, nou, we doen nog een oppas. Maar ik ben er een beetje zenuwachtig over, heel eerlijk gezegd. En niet omdat ik de Chinezen niet vertrouw. Het is niet dat ik denk dat ze om gaan eten of zo. Want Chinezen eten helemaal geen hond, toch? Dat zijn toch Koreanen? Nee. Een fabeltje. Nee, dat is niet een fabeltje. Er zijn ook, maar in Korea is het veel wijdverbreider dan in China om honden te eten. Ja. Nee, maar kijk maar, Pip, die heeft die mensen alleen nog maar... Ja, die ziet hij dan hier met ons erbij. We zijn 1 keer daar geweest. En ik vind het zeg maar eigenlijk wel heftig om hem dan meteen daar voor het eerst achter te laten. Meteen voor de hele nacht. En ik denk dat ik hem daar morgen best wel rot over ga voelen. Ik ben gewoon bang. Pip is geen makkelijke hond. Ik ben echt een beetje bang dat hij echt weg de kleine van verdriet. Omdat hij daar zo niet op zijn gemak is of zo. Ja, ik vind het weer gek. Maar dat hij zich daar niet heel thuis voelt. Nou, hij is er wel eens al geweest. Ja. Wel al eens geweest. Ja. Dus ik hoop dat hij daar wel gelukkig is. Dat hij een beetje slaapt. Dat hij niet zondag komt. Ah, oh, jongens, ik heb de hele nacht wakker gelegen. Ja. Dus. Nou, hey. Zullen we... Dat maakt ons Groningse avontuur. Zullen we... Oh, jullie mogen mee, maar ik weet niet of we gaan. Mogen wij kiezen met wie we op de kamer gaan? Weet ik niet. Maar zullen we het afronden? Ja. Het is zondag en het is tijd om naar Groningen te gaan. Eerst naar Nieuwegein om Pip af te zetten. Pip heeft zin om naar buiten te gaan. En ik denk wel goed. Het is een heel klein lokaaltje, maar het zijn jongeren, iets ouder dan ik, jongvolwassenen, adolescenten. En die hebben allemaal gewoon goed onderwijs gehad in Tukitukiland. China. China, bedoel ik.
En, dus dat is wel fijn dat je niet zeg maar, een heel groot verschil in de klas hebt tussen de leerlingen zelf. Dus ja, gaat heel goed. En nu zitten we in de trein naar Zwolle. En op zondag gaan we uitstappen. En dan gaan we naar Hoogenveen. En daar gaan we ook uitstappen. En dan gaan we in een NS-bus naar Groningen. Groningen. Jee. En kijk. Het is donker, dus je ziet niks. Goed of je mij kan zien. Maar alles komt een eind. Zo ook aan ons Groningen avontuur en aan deze weekvlog. Maar eerst wil ik nog even vertellen over Groningen. Groningen was best wel leuk. Het was alleen niet zo leuk dat ik de laatste tijd als ik uit eten ga of als ik ja, gewoon ergens eet waar ik dan niet veganistisch eet, dan krijg ik echt eigenlijk meteen na het eten buikpijn. En dat had ik dus gisteravond ook, want we waren dus uit eten gegaan en mijn buikpijn was eigenlijk niet weggegaan. En wat later de nacht werd ik ook misselijk van de buikpijn. Reden om gewoon vegetariër weer te worden. Ja, ja. Dus dat was wel een beetje jammer, want dat maakte het wel wat minder leuk, terwijl het best op zich best wel gezellig was. Alleen op een gegeven moment, ik kan alleen niet zo goed meer tegen laten wakker blijven. Dus op een gegeven moment was ik wel heel erg moe en kakte iedereen ook een beetje in. Waardoor je ja, nog verder inkakt. Vanochtend gingen we lekker eten, zoals jullie hebben gezien. Dat was heel lekker, dat was ook wel leuk. En daarna gingen we weer lekker in een hele mooie mini. Ik heb in een mini gezeten. Dat is een auto en die wil ik. Zijn we naar het nieuwe Gein gereden, daar hebben we Pip opgehaald. Dus nu is Pippi weer terug. En de weekvlog had te lang online moeten staan. Maar goed, dat lukte niet. Ik ben nu pas weer bij internet. Dus ik ga hem nu even afmaken en hopelijk vanavond nog online gooien. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En woensdag komt er een hele speciale extra video. Dus ik zal zeker even kijken, want je wil het niet missen. Tot woensdag!